Hallo, ik ben Zita en ik zit in mijn tweede jaar handelsingenieur. Ondanks dat het code oranje is, is er nog steeds wel veel les op de campus en kun je hier nog van alle leuke dingen doen, maar wel veilig. En ik ga jullie nu tonen waar je hier kunt studeren, eten, chillen en van alles. We zijn hier dus nu in de BIP. Dit is eigenlijk de beste plek om te studeren, want het is hier stil. Je hebt lichten aan je tafels, je hebt elektriciteit, wifi. Dus deze is zeker een aanrader. Je moet wel nu met de corona je plek reserveren via Take a Seat. Dat staat op de site van de UA. Oké, dus als je dan je plek hebt gevonden, dan scan je hierin. Op met deze code. En dan hier in dit. Het licht aandoen. Opladen, netwerk en een mooi uitzicht. En zelfs in corona zijn er nog meer dan 200 plaatsen in de BIP om te studeren. Dus plaats genoeg voor iedereen. Nu zijn we in het M-gebouw. Dus als je dat bij de BIP een beetje omslachtig vindt om te reserveren altijd, of je wilt met meerdere personen overleggen of je wilt een groepswerk maken, kun je altijd hier komen. Hier zijn 46 studieplaatsen. En je kunt gewoon zo binnenwandelen, dus dat is ook wel super handig. Hier in het R-blok zijn er meer dan 80 plaatsen op 3 verschillende verdiepingen. Je kunt komen studeren. Groepswerken maken, van alles en nog wat. Zij is bijvoorbeeld een live les aan het volgen. Het kan allemaal hier. Op heel de campus zijn er natuurlijk ook gewoon plekken waar je kunt chillen of praten met vrienden of gewoon even rusten. Zoals hier in de Agora bijvoorbeeld, kun je zien met de stickers. Wacht, hè? Nee, hier. Oké. En hier mocht je niet zitten. Daar wel, daar niet. Dus zo kun je zien waar je mocht zitten. En aan boven de Agora zijn er ook nog veel studeerplekken waar je ook gewoon zo kunt zitten zonder te reserveren. En via Blackboard kun je ook de leslokalen reserveren die op dat moment niet gebruikt zijn. En kun je daar groepswerken gaan maken. Geen films gaan kijken natuurlijk of zo met vrienden, daar dient dat niet voor. En dan als je binnenkomt, ontsmet je je plek met deze doekjes. We zijn hier nu bij de Comida. Als je wilt, kun je hier komen eten. Je moet eerst reserveren, dat kun je op voorhand doen. Maar als je last minute bent, kun je dat ook hier doen. Dan scant je gewoon deze code en dan kun je nog een plekje reserveren. Warm eten kun je ook afhalen, koud ook. Maar het is natuurlijk altijd gezellig om hier te zitten met de andere studenten. En dan moet je hier zeggen dat je gereserveerd hebt. En dan kun je hier aanschuiven om je eten te gaan halen. Er zijn altijd lekker warme maaltijden hier. Was het lekker? Ja, het is lekker. Voilà. En voor en na het eten kun je dus hier ook gewoon komen studeren. Nu zijn we in Gate 15, dat is over het K-gebouw. Dat is een heel leuk cafeetje waar je met je vrienden ook hier samen iets kunt drinken. Hier kan je van 8 uur tot 6 uur komen coworken, komen blokken, lekkere koffie drinken. En dit is zomaar een dak. Zo, ja. De studenten noemen dit de living van de universiteit. We hebben hier een heel goede koffiemachine en je kan hier doorheen de dag gewoon rondhangen en wat praten met elkaar. Dus zelfs in Code Oranje zijn er mogelijkheden genoeg om je te amuseren op de campus voor of na je les. Dus tot snel.